Want deze muts die heeft dus serieus een dikke allergische reactie gekregen. En ik heb dus voor mezelf iets geregeld wat ik letterlijk nooit doe. En ik moet vandaag best wel wat doen voor ons nieuwe boek, want we krijgen een nieuw boek. Ja, sorry dat ik het zeg, maar echt de eerste keer in mijn leven volgens mij. Heel erg lekker, het is een salade, tenminste dat denk ik. Het is een spinazie salade. Ken je dat, als je als moeder... Dus ik kan jullie nu in alle rust even hier beneden een soort van house tour laten zien. Dus ik ben dus blij met deze hoek nu. Nou, dat heb ik dus. En daar hebben jullie nu last van. Dames, het is weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Ik ga jullie weer gezellig een aantal dagen met mij mee op pad nemen, op stap, in huis, overal. Dus leuk dat je weer meekijkt. Ik zit nu in de auto, zoals je ziet. Het is vandaag woensdag en ik heb dus voor mezelf iets geregeld wat ik letterlijk nooit doe, maar echt gewoon veel vaker zou moeten doen. Ik heb namelijk voor de... Sorry dat ik het zeg, maar echt de eerste keer in mijn leven volgens mij een facial geboekt. Ja, echt. Ik ga een oxygen treatment doen. En ik heb van tevoren eerst een intakegesprek waarin ze wat dingen gaan analyseren van mijn huid. Ja, en dan heb ik dus de treatment. Dus ik ben helemaal benieuwd. Ik ben er echt aan toe, merk ik. Ja, gewoon. Ik weet het niet. Ik merk dat mijn huid wat minder goed is dan eerst. En dat ik wat... meer rimpeltjes krijg hier en daar. En ja, daar kunnen we natuurlijk allerlei dingen tegen doen. Maar ik denk dat gewoon goed verzorgen van de huid heel belangrijk is. Dus ja, ik moet gewoon daar meer tijd, geld en alles in investeren. Ja, ik zeg het maar gewoon zoals het is. Dus gezellig dat je weer meekijkt in ieder geval. En we gaan lekker. Ik ga even kijken of ik wat kan filmen daar. Vast wel. Nou, ik ben er. Ik was een klein beetje te laat. Maar goed, nu zit ik hier lekker te wachten. Ik heb een kopje koffie gekregen. Helemaal chill. Ik ga lekker deze nog even eten, want ik had trek. Altijd in mijn tas dit. Altijd. Zo, ik ben helemaal onder handen genomen. We zouden eigenlijk een soort van oxygen peeling of zo gaan doen. Maar uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om mijn huid eigenlijk vooral te reinigen. Schoon te maken en een klein beetje te voeden. Want het was echt best wel onrustig. Dat had ik zelf ook al wel in de gaten. Maar goed, ik ben weer klaar. Ik ben heel benieuwd hoe het er dan morgenochtend uitziet. Want nu is er natuurlijk superveel geknepen en helemaal rood en een beetje dik, zeg maar. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar morgenochtend. Het voelt wel echt super lekker, ja, schoon. Hoewel, ik snap dat het er voor jullie zo niet uitziet. Oké, ik ga lekker naar huis rijden. Alright, ik ben weer thuis. Ik heb even lekker een grote beker met water gepakt. Het is nu 5 uur en ik hoef vanavond niet te koken. Super fijn, want mijn moeder die kookt bij ons. Die zijn aan het oppassen. Dus ik ga even lekker sporten, heb ik besloten. Omdat ik dan gewoon dat gewoon gedaan heb voor vandaag. En dan kan ik fijn mijn dag straks afsluiten en vanavond lekker chillen. Want de ouders van Ed komen vanavond. Dus dan vind ik het ook wel zo gezellig als ik dan niet ook nog moet gaan sporten. Ik ga trouwens beginnen met deze workout. Het is een cardio hit met de nadruk op de buikspieren. Dat is van ons bandenprogramma. Dus die ga ik lekker doen. Round your finger. Dizzy from being spun. Hung on every word. Yeah, every single one. So this is not for na na. Unless I say oh na na na. Have all bad days oh na na na. I'm hard to love oh na na na. God knows I need you na na na. And when push comes to shove, forever is never enough. Nee, die staat hier. Kom hier meid, we gaan eten. Lekker voor de tv. We hebben trouwens helemaal ons huis met nieuwe dingetjes. Kijk, deze is nieuw. Hier komt van de week komt hier een stoel. Die gaan jullie nog wel zien, denk ik. Hier wordt het dressoir voor onder de tv in elkaar gezet. En Bob, we gaan eten. Meid, ga je mee? Kijk, mijn moeder die heeft gekookt. Oeh, lekker ja. Doe maar, mam. wat is het allemaal? Macaroni met groenten, kaas, tomaatjes. Ziet er in ieder geval heel lekker uit. En dat in de oven. Wat doe jij? Good morning, good morning. Ik heb lekker een nieuw broekje aan. Hier word je toch heel blij van. Heb ik van de week gevonden bij de H&M. Ging even wat inkopen doen, want wij gaan als het goed is op vakantie over anderhalve week.
En toen dacht ik, oh lekker, het is een beetje een soort van... Ja, wat voor kleurtje is het? Geen idee. Een beetje beige, peach-achtig. Die dag doe ik vandaag aan. Ik ga lekker sporten vanmiddag. Nu even een trui erover. Het is dus het voordeel van thuiswerken. Ik kan altijd gewoon, of bijna altijd dan, klepje, aandoen waar ik zin in heb. En dit keer is dat denk ik een lekkere trui, want het is echt takkenweer. Niet te doen. Het is vreselijk gewoon. Het regent. Ik heb helemaal hier nog foundation. Het regent, het waait, het... Vreselijk. Ik ben net even live geweest op Instagram. Superleuk. Ik ga dat vaker doen. Gewoon even gezellig gekletst. Onder werktijd. Gewoon heel... Ja, gewoon gezellig. Dus dat was even leuk. Nu ben ik bezig met mijn agenda. Want ik heb best wel een drukke agenda. Dat heb ik net ook eventjes verteld in de live. Wat we allemaal aan het doen zijn. Vandaag hebben we bijvoorbeeld heel veel dingen die we moeten doen omtrent het BBB-programma. Want dat begint aankomende maandag. Als jullie dit zien, sorry, is het al begonnen. Maar daar hebben we dus heel erg veel voor te doen. En we zijn samen met onze VA en degene die meehelpt met inpakken zijn we ervoor aan het... En nog iemand die thuis aan het werk is voor ons. Die samen met hun zijn we dat allemaal aan het regelen. En ik moet vandaag best wel wat doen voor ons nieuwe boek. Want we krijgen een nieuw boek. Ja, waarschijnlijk ergens rond de feestdagen. En daar moeten wat dingen nog voor geschreven worden die er nog niet in staan nu, zeg maar. Dus dat moet ik gaan doen vandaag. Maar dan moet ik echt even mijn focus voor hebben. Dus daar ga ik mee aan de slag. Ik moet nog een voice-over opnemen. En ik moet nog een samenwerking maken. En dat is slechts een fractie. Nee, dat zijn eigenlijk de grote dingen, zeg maar. Maar er komt dan altijd nog veel mail bij. Sorry. En nou, goed. Dus ik heb best wel een drukke dag. Maar ja, aan de andere kant, het is donderdag, ik heb de hele dag tijd. Dus ja, ik ga er gewoon lekker voor chill op mijn gemakje. Oeh, wat een gezelligheid hier. Het is helemaal een drukke bedoeling. Ed zit hier lekker, ik ook. En ik heb even lunch gemaakt en die wil ik jullie niet ontnemen, want hij is heel erg lekker. Het is een salade van, tenminste dat denk ik. Het is een spinazie salade met avocado, tomaat, lekker citroenen. Vind ik heel lekker, zo'n zuurtje eroverheen. Feta en cashewnoten. En komkommer. Nou, heel erg lekker. Zijn lekker aan het zingen, Charlie, en dansen. Het is vandaag zondag. Oh, mijn bril. Oh, het is vandaag zondag. We zijn een paar dagen verder. Want deze muts, die heeft dus serieus een dikke allergische reactie gekregen op die... Ja, waarschijnlijk op die gezichtsbehandeling. Dus ik kon gewoon niet vloggen de afgelopen dagen. Omdat ik zo'n dikke ogen had. Ja, ik heb het nu eigenlijk nog steeds. Maar het is nu wel ietsje minder erg. Maar echt. Het is vreselijk gewoon. Maar goed. Ik kom er wel overheen. En meid? Dus het zondag. Ben ik een ontbijtje aan het maken. Ik heb wel uit mogen slapen van Ed. Dus dat is echt super lief. Ja. Bij mij zitten. Jij mag eens even ontbijtje maken. Dus ga je er heel even af. Ik heb wel lekker uit mogen slapen van Ed. Het is nu 9 uur en ik ga nu pas ontbijten. En ik maak een lekker havermoutje. Hier in de pan. Met amandelmelk. Amandelmelk, havermout, kaneel en rozijntjes in de pan. Lekker even opwarmen. En dan heb ik nog een bak met mango en rode besjes. Die ga ik erbij doen. Ik heb nog wat chiazaadjes en ik heb deze nog, cacao-nips. Heel erg lekker. Ja! Ja! Dus dat ben ik voor mezelf en voor Ed even aan het maken zo. Op mijn gemakske. Ook dansen? Oké, okay. We gaan zo dansen. Mag ik nog even één ding vertellen? En verder is het plan om lekker even een stuk te gaan wandelen, want de zon schijnt. Het is wel koud, maar de zon schijnt. En vanmiddag krijgen wij gezellig visite, dus ja, dat is een beetje de planning van vandaag. Ook dansen, ja. En wij gaan even dansen nu. En het is klaar. Het ziet er helemaal lekker uit. Hey, ik zie ineens een kinderhandje in beeld komen. Ik ga deze thee erbij maken, niet doen. Nee, dat is niet netjes. Ik ga deze thee erbij maken, gemberzinesappen van de appies. Heel lekker, dus dat is wel een tip voor je. Oké, wij gaan lekker eten. Oh, wat lekker weer dit, hè. Niet te doen. We hebben een tas mee.
hier. En we gaan eikeltjes zoeken en blaadjes om een herfst... Oh, kom maar schatje, even aan de kant. En takjes gaan wij zoeken. Omdat wij een herfst tekening gaan maken straks. Hè, jongen? Ik heb deze mee, want ik wilde even een grappige reel opnemen hier mee buiten. En ik heb ook Justin Bieber meegenomen. Hier is Justin. Oh, hij heeft een takje. Oké, nou, ik ga me even verder focussen. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ga jullie vandaag meenemen in mijn werkdag. De meiden die zijn net wakker, die zitten hier. En Ramos die slaapt nog. Ik heb geen idee waarom, maar hij slaapt nog. Normaal komt het nooit hoor. 7:50. Ik heb mezelf even een soort van gefascineerd, even aangekleed. Geen make-up, wel mijn gezicht gewassen, bril op. Want ja, die ogen, het is een heel stuk beter, maar nog niet over. Dus even nog geen oogmake-up, et cetera. Ik ga de meiden aankleden en dan gaan we naar beneden. En zo ziet zo'n ochtend er dan verder uit. Deze dames die hebben gegeten. Die moeten nog eventjes gezichtjes wassen. Ed zit hier, laat ik maar niet in beeld, want die zit hier lekker weer in zijn ochtendjas. En Ramos zit daar ook lekker te eten. En ik loop hier in de hand met mijn koffietje om te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk allemaal de deur uit kan. Zodat wij kunnen gaan werken. Vind ik nou echt het allergezelligste ooit, hè jongen? Ja. Wij zijn lekker met z'n tweeën op pad. We zijn in Vught en ik ga even naar de... Een salon straks waar ik van de week was geweest in het begin van de weekvlog. Want ik dus echt een hele schrale huid heb gekregen van de behandeling. Gewoon too much geweest. Maar goed, die dames daar die hadden mij uitgenodigd om nog langs te komen om het weer ja, nog een keer te behandelen. Dus dat is heel lief. En heel fijn. Dus daar ga ik even met Ramos naartoe straks. Maar eerst gaan wij samen... Wat gaan we doen? Speelgoed kopen. Nee, we gaan even iets kleins uitzoeken. Want we gaan volgende week op vakantie. En dan is het heel leuk om ja, van je eigen centjes iets mee te nemen. Dus daar gaan we naar op zoek met z'n tweeën. Ramos heeft zijn cadeautje. Wat denk je? Een autootje uiteraard. En ik heb hier wat dingetjes voor de vakantie. Ik ben zo blij. Het voelt weer helemaal veel beter. Dus oh, ja, ik zie het ook meteen. Helemaal blij mee. Nu ben ik thuis. Ramos heeft even een vriendinnetje te spelen. We zijn samen snollebolletjes aan het luisteren. Dus en ik wilde jullie nog even een house tour doen beneden, maar dat ga ik straks even doen. Want anders dan ben je helemaal met snollebolletjes en zo. En ik moet ook even eten maken, want de meiden moeten straks worden opgehaald en Ramos vriendinnetje blijft hier eten. Dus volle bak hier. Maar wel heel gezellig. La, 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 la. Ze zijn heel even naar boven. Dus ik kan jullie nu in alle rust even hier beneden een soort van house tour laten zien. Want ik denk dat jullie het misschien wel leuk vinden. Het is zo goed als af. Nog niet helemaal. Er zijn nog een paar dingetjes die moeten gebeuren. Maar ik ga het jullie wel alvast laten zien. Omdat er vooral in het DM heel veel berichtjes binnenkomen. Steeds van waar heb je dat van? Waar heb je dat van? Dus daar komt het. Het is niet helemaal opgeruimd. Hè? Dat moet je me even vergeven. Hier komt, dit is de keuken. Hier komt morgen nog een, of hier komt een plank en die komt morgen binnen. Dus dat is helemaal chill. Want dan, ja... Ja, gaat het een beetje meer leven, zeg maar. Ik weet nog niet of ik hier wat wil, maar hier in ieder geval komt morgen de plank. En dan gaan we allemaal leuke dingetjes opzetten. Hier moeten nog barkrukken komen, maar ja, het is gewoon niet aan te komen. Die levertijden zijn echt insane gewoon. Maar goed, ondertussen zijn we gedraaid en zijn we bij de woonkamer beland. Dit is onze oude tafel met oude stoelen. Ja, ik weet niet meer waar die vandaan komen. Het is allemaal oud. Ik heb dit helemaal met Ed samen geverfd. Dus daar heb je niet heel veel aan. Deze zijn wel nieuw, deze lampen. Superleuk. En deze hebben we bij Trendhopper gekocht. Boven hoor je allemaal geschreeuw. Echt heel veel dingen trouwens uit ons huis zijn van Trendhopper. Niet gesponsord. Niks is gesponsord, dus dan weet je dat. Deze klok ga ik er even bij zetten, want dat ben ik alweer vergeten. Alle raamdecoratie komt van Veneta.
Dan hebben we hier een mooie plant staan. Heel blij mee, die is lekker hoog. Hier nog niks, daar moet dus eigenlijk nog wel iets komen. Ja, dit is dus ook oud van het oude huis meegenomen. Hier hadden we een hele leuke spiegel gekocht, dacht ik. Maar toen die aankwam was ik er helemaal niet blij mee. Het was gewoon niet mooi. Oh, ze zijn alweer beneden hoor, die twee. Dus die hebben we alweer teruggebracht. Hier hebben we deze hoek en daar ben ik echt helemaal blij mee. Deze komt van de Woon Express, deze bank. Dit kleed komt ook van de Woon Express. En de tafeltjes komen dan weer van Trendhopper. Ken je dat? Dat je als moeder echt 10.000 keer onderbroken wordt. En dat bij alles wat je wil vertellen, dat je je verhaal zo ongeveer in tienen moet splitsen. Om uiteindelijk je hele verhaal te kunnen vertellen. Nou, dat heb ik dus. En daar hebben jullie nu last van. Want jullie hebben nog steeds niet alles gehoord. Maar nu in alle rust. Ik ben dus blij met deze hoek nu. Jullie hebben ongeveer nu gehoord waar alles van is. Behalve deze. Deze komt van IKEA. Ik twijfel nog even of ik hier van die knopjes op wil doen. Of dat, ja, of dat ik dat zeg maar toch gewoon niet doe en het zo laat. Maar die is nog van IKEA. En dan hebben we natuurlijk de Woolly. Die heb ik ook bij Trendhopper gekocht. Maar die kun je echt op internet overal vinden. Hier is niet zo heel bijzonder. Gewoon wat dingetjes bij elkaar. Deze komen van de Kringloop. Die komt van de Sissy Boy. En nou, gewoon wat dingetjes bij elkaar. Deze is vandaag gecontroleerd en kan vanavond aan. Oh, helemaal leuk. En hier hebben we dus nog geen lamp. Die wordt zaterdag volgende week gedaan. Deze ook. Ja, en de rest. Het begint ja, steeds meer vorm te krijgen. En het begint ook steeds meer helemaal als thuis te voelen. Ja, het is gewoon prachtig. Ik ben er gewoon helemaal blij mee. En ja, gewoon heerlijk. MUZIEK